Is het echt in orde dan? Ja, wat denk je nou? Besef jij je wel dat ik me helemaal uit de naad werk voor jou? Oké. Okay. Wat is dit? Dat ze macht gingen. Voor jou? Hoezo? Waarom zou ik jou machtigen voor al die rekeningen? Omdat ik anders toch niks voor het bedrijf kan doen. Dat heb ik je nou al 100 keer uitgelegd. Teken het nou maar, dat zit allemaal goed. Sorry hoor, maar ik wil dit graag eerst even overleggen met Jeff en met mijn boekhouder. Oké. Laat dan ook maar. Laat maar. Ik hoef al helemaal niks meer van je. Ik ga hier wel zitten en ik ga kijken hoe de bank jou laat vallen. Net zoals jij mij laat vallen.